Dit is Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant. Maandag 30 Oktober. Ek is op die pad tussen Oudtshoorn en Calitzdorp. Waar een groot aantal mense die pad reeds versperr het in protest teen plaasmoorde. Dit is een georganiseerde optrede waar mense die pad na Calitzdorp, na Mosselbaai, na George en na de Rust gaan versperr. Om een bewusmaking, as een bewusmakingspoging teen plaasmoorde wat plaasvind. Het is een wettige optrede. Die politie het toestemming gegee daarvoor. Die pad is op die oomblik gesluit. Buitenkant Oudtshoorn op pad na Calitzdorp toe. En soos ons verstaan gaan die mense van hier af beweeg na ander ingange toe. Hier is een groot aantal trekkers op die oomblik op pad. Hier is reeds honderde mense op die toneel en baie voertuie. Hoe gaan het? Ek is hier op die kruising van die hoofpad tussen Oudtshoorn, Mosselbaai en Calitzdorp, waar besorgde mense die pad toegemaak het in protest teen plaasmoorde. Hier is waarskynlik meer as 100 mense in voertuie op die toneel op die oomblik. Van hier af gaan hulle versprei na ander toegangsroutes toe. Hulle gaan ook op die route tussen George en Oudtshoorn en George en de Rust betoog. Meeste mense het swart aangetrek in solidariteit met die slagoffers van misdaad en plaasmoorde.